Dit is ook iets wat ik echt bij de uitzet vind horen. Ik vind de handdoeken hier ook echt goed uitzien. Verder zijn ze super zacht. Ik zou echt willen dat jullie dit konden voelen. Hoi, ik ben Joyce en wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik mag vandaag weer een hele leuke video opnemen hier op het kanaal van Action. Het zou kunnen dat je me al kent van mijn eigen YouTube kanaal. Daar doe ik ook regelmatig shopvlogs en we zijn dus bezig met het verbouwen van een heel huis. Het was echt een bouwval. En vandaar dat deze video ook helemaal in het teken staat van mijn uitzet. Ik ga jullie dus meenemen dadelijk naar de Action toe en dan gaan we kijken wat ik allemaal nog nodig heb voor in het nieuwe huis. Vast een spoiler, ik heb eigenlijk nog alles nodig. Ik heb deze keer geen lijstje gemaakt. Normaal maak ik echt altijd op mijn telefoon een lijstje met wat ik precies wil hebben. Of in ieder geval alvast wat dingetjes van de Action. Schrijf ik alvast wat dingetjes op. En deze keer had ik zoiets, nee. We gaan gewoon naar de winkel toe. Ik ga gewoon kijken wat ik allemaal tegenkom. Ik ga vandaag vooral kijken voor dingen in de keuken en dingen in de badkamer. Want die heb je natuurlijk het meest nodig. Je gaat natuurlijk, in ieder geval in mijn geval, ga ik van een slaapkamer naar een heel huis. En dan heb je gewoon alle spullen nieuw nodig. Dus denk aan zeepompjes, dingen voor in de keuken, voor natuurlijk in je bestekla, van alles. Ik hoop in ieder geval dat jullie zin hebben in deze video. Doe dan ook even een duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet om even te abonneren op het kanaal van Action. En dan ga ik nu mijn jas aandoen en richting de winkel. Ik sta nu bij de afdeling met alle bak- en kookspullen en zo. En ik vind deze voorraadblikken al heel erg leuk. Deze zijn dus €1,99. En ik zit nog een beetje te twijfelen hoeveel ik er mee ga nemen. Ik denk dat ik er nu gewoon 2 meeneem. En dan misschien later nog een keertje terugkom voor meer. En wat natuurlijk ook altijd al handig is om te hebben, zijn natuurlijk snijplanken. Wij hebben op dit moment thuis deze. Die zijn ook heel erg fijn. Maar ik vind zelf deze ook heel erg mooi, gewoon met hout. En ook heel toevallig, ik zie dus deze rasp staan. En deze heb ik zelf dus al. Maar dit is echt zeker een aanrader. Ik heb hem trouwens in het zwart, maar je hebt hem dus ook in het zilver. Dit lijkt me dus zelf ook heel erg handig. Zo'n sodastream. Daar kan je dus spa rood mee maken. En ik drink dat dus best wel veel. Maar ik ben benieuwd of mensen die dit hebben het ook echt veel gebruiken. Dus heb je zo'n ding? Laat me even weten in de comments of dit echt heel handig is. En ik wist dus helemaal niet dat ze bij de Action ook gewoon gordijnen hadden en zo. Ook best wel veel keus. Maar ik weet totaal nog niet de afmetingen of wat we willen of welke kleur. Maar dan weet ik in ieder geval dat ze die hier hebben. Ik vind deze eigenlijk ook wel echt gaaf. Vooral op het plaatje zo met zo'n zwarte reling erbij. Ik hou ook echt zo van al die lekkere dekentjes hier. Dit is dus ook typisch zoiets wat ik gewoon vergeet. Dat je gewoon heel erg veel lampen nodig hebt in zo'n huis. En ik weet daarvan dus ook nog niet precies welke aansluitingen we nodig hebben. Wat we precies willen. Maar het is wel handig om hier natuurlijk op een gegeven moment naar te gaan kijken. Want anders heb je daar je huis klaar. En dan zit je zonder licht. Ik vind dit ook altijd wel wat hebben. Dat je zomaar zeg hem gewoon kan aansturen met je telefoon. Maar hier moeten we echt nog even naar gaan kijken. En dit lijkt mij dus ook heel erg handig. Zo'n smart doorbel. Dus dan kan je precies zien wie er voor de deur staat. Of met een pakketje of zo. Ik heb er nog helemaal niet over nagedacht om dit te kopen. Maar het lijkt me wel heel erg handig. Ik vind de handdoeken hier ook echt goed uitzien. Vooral ik vind wit heel erg gaaf. Maar ik vind ook deze roze wel heel erg leuk. Oké, jongens, ik ben weer thuis en ik heb heel erg veel leuke spulletjes gevonden. Ik heb natuurlijk al het een en ander in de winkel aan jullie laten zien. Maar ik heb echt nog veel meer. Het eerste product wat ik meegenomen heb, ik heb er trouwens 2, hier ligt er nog eentje, zijn deze leuke badmatjes. Ik vond deze echt heel erg gaaf uitzien. En ze zijn heel lekker zacht. Ja, dit zijn gewoon van die matjes die je kan neerleggen inderdaad hier bij je bad. Wij zullen geen bad hebben, maar wij leggen hem gewoon neer voor onze wastafel. Ik heb er ook expres 2 meegenomen, zodat je gewoon lekker warm op je badkamervloer kan staan. Dat is dus deze. Hij is best wel groot zoals je kan zien. Ik weet zeker dat dit mooi gaat staan bij het interieur waar wij een beetje op willen gaan. Dit gaat gewoon echt... Ja, ik vind het gewoon heel erg stijlvol. Verder zijn ze super zacht. Ik zou echt willen dat jullie dit konden voelen. Want dit is echt het zachtste ooit. En deze waren dus €2,99. Zoals ik al zei, was ik ook op zoek naar dingetjes voor in de keuken. En ik denk echt, hè, jongens, dat op het moment dat we daar gewoon al 2-3 weken wonen, dat het alsnog is van, dit hebben we nog nodig, dit hebben we nog nodig, dit zijn we vergeten. Maar we zijn vandaag weer een stapje verder. En de Action zit trouwens echt bij ons bijna in de straat. Dus dat is heel fijn. Ik heb in ieder geval deze snijplank
snijplank meegenomen. Ze hadden ook snijplanken van plastic. Maar deze is dus van hout. En ik vind dit wel heel erg gaaf te uitzien. Vooral met dit ijzeren staafje. Dus ik denk dat het zeker wel van pas gaat komen. En deze was dus €3,99. We gaan door naar deze voorraadblikken. Die stonden echt naast de snijplank bijna. En ik vond deze er wel heel erg mooi uitzien. Je had ze in nog meer kleurtjes. Ook in het blauw volgens mij. En ik vind het gewoon heel erg handig om dit te hebben. Hier kan je natuurlijk beschuit in doen. Suiker, koffie, noem maar op. En deze waren €1,99. Dit is dus zo'n item waar ik niet over na zou denken om dit te kopen. Maar wat ik gewoon heb gevonden omdat ik het toevallig langs liep. Namelijk scharen. Ik weet niet of jullie het ook hebben, maar wij zijn hier thuis echt... We hebben er volgens mij 5 in het huis liggen. En ze zijn gewoon altijd weg. Dus ik dacht al, ik neem maar gewoon meteen een pakje van 3 scharen mee. Deze zijn gewoon in het zwart. En dit pakje was trouwens €1,69. Nog zoiets wat je echt nodig hebt bij je uitzet zijn deze beslagkommen. Hier zitten er dus 3 in. En ik vind het altijd wel fijn dat je dan verschillende maten hebt. Want ja, als je bijvoorbeeld een taart gaat bakken, kan je de grootste gebruiken. Maar als je maar iets... kleins gaat maken of zo. Natuurlijk de kleinste. Ja, dit gaat zeker van pas komen. En deze waren €1,99. Dit kan natuurlijk ook echt niet missen. Een prullenbakje. En ik denk dat deze komt te staan op het toilet... of in de badkamer. Moeten we nog even kijken. Het ligt er natuurlijk ook een beetje aan welke tegels we nou precies waar gaan doen. Maar dat is dus dit prullenbakje. Hij is gewoon zwart van binnen. En deze was €5,95. Ik ben alleen wel vergeten om er zakjes voor te kopen. Bedenk me nu. Dus daar moet ik nog even terug. Zie je? Dit zijn dus van die dingen. Daar moet je gewoon even over nadenken. Maar dat is dus dit prullenbakje. De volgende items zitten allemaal ingepakt. Die mevrouw bij de kassa, die was zo lief. Die ging echt alles helemaal rustig inpakken. Maar het gaat dus om deze glazen. En als je toevallig de vorige shoplog hebt gezien van mij, de vorige Action shoplog, dan kan je misschien weten dat ik deze dus al een keertje heb meegenomen. En ik was dus jarig afgelopen weekend en ik kreeg daar ook best wel veel dingen natuurlijk voor je uitzet. En toen zei dus ook mijn tante tegen mij van, je moet echt zorgen dat je alles genoeg hebt. Dus je moet zorgen dat je elk glas... elk bord, dat je er gewoon genoeg van hebt. Want er gaat dan weer iets kapot en dan valt het weer. En dan wil je niet zonder komen te zitten. Dus vandaar dat ik deze glazen nog een paar heb meegenomen. En het glas heeft dus dit motiefje. Je had ze ook nog met een ander motiefje. En nu heb ik er zeker weten genoeg. En deze waren €1,49. We gaan door naar het volgende item. En dat is deze grote wel. Toch, zo heet het. Ja, en het is dus met bamboe. Dus dit is van bamboe. Ik vond trouwens de kleur ook wel heel erg gaaf, jongens. Ik heb nog niet vaak zo'n mooie dwel gezien. En deze kan je dus ook droog gebruiken. En dat vond ik ook wel heel erg fijn. Dus dan is het meer een soort stofdoek. We willen namelijk een vissengraatvloer. Net zoals heel Nederland volgens mij. Maar dan lijkt het me ook wel handig om juist zoiets te hebben. Dit krast ook echt niet. Tenminste, zo voelt het. Ja, ik ga heel eerlijk tegen jullie zijn. Ik heb er geen verstand van. Van wat voor dwel goed is of wat je het best kan gebruiken. Maar dit vond ik er in ieder geval heel erg goed uitzien. En ja, dit is dus een bamboe dwel. Zo ziet het er van wat dichterbij uit. En hier kan je dus uiteindelijk de stok aan vastmaken. En deze was €5,95. Dan een item wat ik ook heel erg gaaf vond. Ik heb er nog niet per se een plekje voor. Ik denk of in de badkamer of misschien in de keuken. Daar zou dit ook wel heel vet kunnen zijn. Dit is dus een zeeppompje. En hij heeft dus een gouden detail hier. Ik wil best wel veel dingen in het goud. Ook weer niet te veel. Want dan wordt het weer heel erg kitscherig, denk ik. En dat is dus dit zeeppompje. Hij was trouwens €1,22 en ze hadden me nog meer kleuren, ook in een soort brons-oranje. Voor de rest weet ik het niet meer. Dan heb ik nog 2 dingetjes die thuis horen in de keukenla. Allereerst een kaasschaaf en ik kwam net dus thuis en ik zag dus dat hier ribbeltjes op zitten. Ik weet niet, volgens mij heeft de kaasschaaf die we nu hebben dat niet. Maar ik denk dus dat je door dat randje allemaal ribbeltjes krijgt in je kaas. Ik had dat zelf nog nooit gezien. Maar misschien dat een van jullie er ervaring mee heeft. Het zal in ieder geval vast wel werken. Misschien dat hij dan juist ook wel beter snijdt. Maar dat is dus deze. En deze was €0,99. En dan heb ik nog een knoflookpers. En een grappig feitje over de knoflookpers. Wij hadden die echt tot voor kort hier thuis ook niet. Maar dat is zo handig zo'n ding. En dat is dus deze. Deze was €1,99.
En gaat ook zeker van pas komen. Maar dit is zoiets, daar moet je echt maar net tegenaan lopen om het te kopen. Dit is ook iets wat ik echt bij de uitzet vind horen. Namelijk theedoeken en handdoeken, dat soort dingen. Dit zijn dus theedoeken en dit is een set van 3. Ik dacht dat er maar 2 in zaten, maar er zitten er dus 3 in. En ik heb dus deze grijze kleur en ook deze zwarte. Dit is dus een heel handig setje en deze was 2,79. Ik ga ook heel eerlijk zijn dat ik totaal niet weet hoeveel handdoeken ik uiteindelijk nodig zal hebben. We hebben dus in ieder geval al 3 theedoeken. En ik heb ook nog 2 handdoeken meegenomen. Ik vind gewoon een mooie zwarte kleur altijd wel mooi staan. En daar zie je natuurlijk ook niet zo heel veel vlekken op en zo. Dus dat is ook fijn. Maar dat zijn dus deze. En deze waren 1,25 per stuk. En ik vond deze ook weer mooi passen bij de theedoeken. Ik moet ook echt nog een keertje terug voor de handdoeken. Want ik ben er nog niet helemaal over uit. Ik ben natuurlijk ook met mijn vriend. Ja, die moet het ook natuurlijk allemaal mooi vinden. En wat ook een beetje bij een theedoek en handdoek hoort, zijn natuurlijk pannenlappen. Ik heb deze grijze meegenomen. Deze waren 1,79. En dan heb je er dus 2. En als laatste heb ik nog iets meegenomen wat ik echt als tip van mijn moeder heb meegekregen. Ze zegt het al jaren tegen mij. Dat dus de sponsjes van de Action heel fijn zijn. Eerst hadden we altijd van die grijze en tegenwoordig hebben we deze. Wit met roze. Deze zijn 1,39 per pakje. En ja, ze zijn echt top jongens. Dus als je ooit nog sponsjes zoekt, haal deze. Want wij vinden ze in ieder geval heel erg fijn. Dus die heb ik mooi ook alvast. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Doe dan ook even een duimpje omhoog. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie het hebben gedaan of gaan doen met je uitzet. Het is natuurlijk echt wel een heel verzamelproces, maar ik vind het juist wel heel erg leuk om te doen. Ik hoop dus dat jullie het leuk vonden. Vergeet dan ook zeker niet om even te abonneren hier op het kanaal van Action. En als je ook wil op mijn kanaal, zou ik ook heel erg gezellig vinden. En dan hoop ik je snel weer te zien. Doei!